leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik heb vandaag een andere soort video, namelijk een kookvideo. Het is vandaag dag 1 van Ramadan, dus ik wil hierbij iedereen een fijne Ramadan toewensen die hieraan meedoet. Ik doe persoonlijk ook mee met Nessie. Ik ben vandaag voornamelijk bezig in de keuken, dus het leek me echt heel erg leuk om vandaag gelijk te starten met een kookvideo. Dit is een hele speciale video voor mij, want ik ga letterlijk mijn oma's recept met jullie delen. Ik ga vandaag voor jullie linzensoep maken. Het is eigenlijk een heel simpel recept, maar op een of andere manier maakt iedereen het anders. Ik heb echt heel veel varianten al geproefd. Ik heb ze wel eens bij een Turk geproefd, vind ik ook lekker. Maar het smaakt toch anders. Ik heb het wel eens bij een Arabier geproefd, ook lekker. Maar net iets anders dan die van mijn oma. Ik heb ook wel vaker thuis linzensoep gemaakt, maar dan echt gewoon volgens het Turkse recept. En 2 weken terug dacht ik heb echt heel erg zin in een linzensoep waar ik echt mee ben opgegroeid. En toen heb ik echt gewoon het recept opgevraagd en die ga ik vandaag even namaken. Voor het recept heb je nodig oranje linzen, 1 ui, vermicelli, kurkuma, curry, ik gebruik hot curry, gemalen koriander, paprika poeder, eigenlijk het liefst chilipeper, maar die had ik helaas niet thuis. Dus we gaan voor pikant paprika poeder. Oké, we gaan starten met de linzen. Ik heb hier een grote theekop. En als je dus met 4 personen bent, dan moet je dus 2 van deze volle theekoppen hierin doen en dan gaan wassen. Maar wij zijn natuurlijk met 2 personen. Dus ik ga denk ik voor 1,5 kop. Dan zouden we waarschijnlijk 2 keer van kunnen eten. Ik denk dat het zo wel meer dan genoeg is voor ons hoor. Dan ga ik nu de linzen wassen. De linzen zijn inmiddels gewassen. Zorg ervoor dat je de linzen echt heel goed was. Ik hou ze meestal gewoon onder een open kraan. En dan zie je meestal allemaal viezigheid eruit komen. Dus was ze echt even goed voordat je ze gaat koken. Ik heb net heet water gezet. Ik heb nu een pan nodig. Daar doe ik de linzen in. Snijplank gepakt en een mes, die heb ik zo nodig voor de ui. Voor de soep heb je een hele ui nodig. Dus ik ga van beginnen met snijden. En je hoeft ook niet heel kleine stukjes te snijden, het mag best wel grof zijn. Snijden ze een beetje in de lengte. En Nessie heeft er altijd zo erg last van als hij uitsnijdt. Maar ik heb er echt totaal geen last van. Want ik draag natuurlijk lenzen. Dus ik heb er echt nooit moeite mee om uit te snijden. Wat je nu gaat doen is je pan vullen tot de helft. En dan gaat het even op een vuurtje. Ik ben nu even de linzen aan het koken. Ik moet ongeveer 20 à 30 minuten laten koken. En ik ga even ondertussen de uitjes pakken. En die ga ik eigenlijk frituren met de kruiden die ik hier heb staan. Ik laat je even stap voor stap zien hoe ik het ga doen. Ik ben hier de linzen aan het koken. Daarnaast heb ik een klein pannetje. En daar doe ik even olijfolie in. Daar doe ik dan de uitjes bij. Daar doen we bij curry. Ik heb de hot curry versie. Hier moet je eigenlijk een theelepel van in doen. Gemalen koriander erbij, ook 1 theelepel. Ik doe het gewoon een beetje op gevoel. Nu doen we een beetje paprika poeder erbij. De afmetingen voor alle kruiden zijn eigenlijk allemaal 1 theelepel. Alleen voor de zout natuurlijk een stuk meer. Dat doe ik ook echt op. Dat doe ik ook echt op gevoel. De ui is nu klaar. Zo, de uitjes zijn inmiddels al klaar en zien er nu zo uit. Ik ruik echt heel erg sterk.
curry raak ik altijd sowieso heel erg sterk. Ik vind curry niet altijd in elk gerecht lekker. Maar in deze soep vind ik het echt heerlijk. Het doet me echt denken aan vroeger. Ik ben natuurlijk als een christen opgevoed in Irak. En wij moesten altijd voor Pasen 40 dagen vasten. En dat betekent dat we eigenlijk geen dierlijke producten mogen eten 40 dagen lang. En deze soep stond altijd op het menu. Dus dat doet me echt daaraan denken. We hebben eigenlijk bijna alle ingrediënten al gebruikt. Alleen de vermicelli nog niet, de kurkuma nog niet en de zout. Maar die moet je echt even naar smaak toevoegen. Je hebt letterlijk echt een handvol nodig. Dus dan ga ik ook echt even zo opmeten. Een handvol. Ik ben aan het opnemen. Oh, ben je aan het filmen? Ja. Wat heb je gekookt dan? Lentesoep ben ik aan het maken. Lekker man, ik heb echt honger. Ja, ik ook man. Eerste dag hè? Ja, spannend. En lukt het bij jou een beetje? Ja hoor. Ik vind het best wel te doen. Lekker gewoon als ik weer heel lang aan het vasten ben. Net ik ga over een kwartiertje naar huis trekken. Dan ben ik net voor eens net thuis. Oh, echt waar? Hoe lang heb ik nog eigenlijk? Rond 9 uur mogen we eten. Iets na 9 uur. Hoe laat is het nu? Oh, dat is al best wel snel. Dan mag ik ook even opschieten. Nee, doe maar rustig hoor. Geen stress. Oké, love you. Tot straks. Doei. Zo, de soep is over 6 minuten klaar. Dus ik heb alvast mijn staafmix uit de kast gehaald en even schoongemaakt. Ga ik even na een lange tijd weer gebruiken, want ik heb echt heel lang geen soep gemaakt. Dit is wat we straks nog nodig zullen hebben. De gebakken uitjes en kruiden, vermicelli, kurkuma en let niet hierop, maar hier zit dus Himalaya zout in. Ik had een heel grote zak gekocht bij de tuinen. Toen heb ik hem in deze bak gedaan. Dit hebben we allemaal niet meer nodig. Zo, de linzen zijn klaar. Dus ik haal het even van het vuur af. En dan ga ik er even met de staafmixer er doorheen. Dat vind ik altijd heel eng dit. Even kijken of ik de dikte goed vind. Voegen toe kurkuma, theelepel. Hiervan krijgt hij ook echt een mooi kleurtje. En als laatst doen we er zout bij. En meestal voeg ik er later wat meer zout bij als het nodig is. Nu doen we de pan weer op de vuur. Op een zacht vuurtje. En dan doen we de uitjes erbij. En een handvol vermicelli. En blijf even doorroeren, want anders heb je een kans dat de vermicelli aan elkaar gaat plakken. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Dus blijf even doorroeren. We laten de soep nu even nog 10 minuutjes of 15 minuutjes ongeveer koken. De soep is bijna klaar. En dan ga ik dus als laatste nog even citroen voor erbij snijden. Ik hou heel erg van citroen in mijn linzensoep. Ik kan echt niet zonder. Als ik geen citroen heb in mijn linzensoep, dan is er iets niet compleet. Dus het hoort er echt bij voor mij. Voor de mensen die trouwens nu kijken en denken van, what the fuck, zo hoor je linzensoep helemaal niet te maken. Linzensoep kan je op allerlei manieren maken. Je hebt echt heel veel versies ervan. En ik heb het gevoel alsof iedere familie hem sowieso heel anders maakt. Want ik heb nu echt al zoveel soorten geproefd. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik deze echt vooral vind lijken op de Indiaanse linzensoep. Daar doen ze dus ook heel veel curry in. Ik heb ook een keer gehad in een restaurant. Maar die was wel echt iets heftiger qua kruiden ook. Ik denk dat ze daar ook veel meer curry in doen dan dat ik doe. Misschien ook wel grappig om te melden is dat wij dus soms thuis gewoon rijst aten met linzensoep erop als een sausje, zeg maar. Ik weet niet of jullie dat thuis ook doen, want jullie het echt heel erg raar vinden wat jullie nu horen. Maar wij aten thuis ook gewoon linzensoep met rijst tijdens het vasten. Laat me hieronder weten of jullie het ook thuis doen. Ik ben echt heel erg benieuwd of ik nu iets heel raars aan het zeggen ben. De vermicelli is gaar, dus ik kan alvast beginnen met de soep te serveren. Doe nog een beetje paprika poeder overheen. En een heel klein beetje peterselie. En dit is mijn recept voor linzensoep. Oh, dat is lekker zeg. Oh, jongens. Oh yes, we mogen eindelijk eten. Dus we kwamen binnen, toen hadden we echt letterlijk nog 20 minuutjes of zo om alles klaar te leggen. Ja. En ik had nog precies niks gemaakt, alleen de soep. Maar ik dacht, het is misschien wel leuk om even de reactie van Nessie te filmen. Op mijn soep vandaag. Want dit is de soep Dus mijn oma's recept, letterlijk. Ik weet niet of ik het goed heb gedaan, want ik heb het niet geproefd van tevoren. Het mocht wel, hè. Die zei dat ik het wel mocht doen, maar ik dacht, ach, ik wil dat niet. Dan heb ik al een beetje zo smaak. Ja, precies. Dat vind ik zo leuk.
ik ga alvast citroen op. Wacht. Wat? Moeten we hem openen met een dadel? Oh, dat heb ik helemaal vergeten. Ik ga deze soep. Grote dadels. Nou, let's start met de soep, want het is geen mukbang. Dat is een recept. Oh ja, sorry. Ik moest alleen proeven, toch? Ja. Sorry hoor. Ik weet niet of ik goed genoeg zout erin heb gedaan. Maar ik heb hier ook. Oh, het is een uiensoep. Nee, het is geen uiensoep, er is wel uien in. Oh. Als er geen genoeg zout is, dan moet je erbij doen. Oh, hey! Jongens, ik maak echt geen grap. Hij is wel echt in één keer goed gelukt. Hij is echt lekker, man. Ja. Zo. Hij is echt goed gelukt. Ik had echt niet verwacht. Lekker ook die sliert en zo erin. En, die vermicelli. Ja, die vermicelli. Ja, jongens, echt een handjevol is meer dan genoeg vermicelli. Je hoeft echt niet meer erbij te doen. Ja, zo is de komdienaar. Dienaar, even daar. Besef, batterij is gewoon nu leeg. Hey jongens, fijn Ramadan allemaal. Ik hoop dat jullie mijn recept leuk vonden. En ik zie jullie heel snel weer. Doei doei.